Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom namens de Vereniging van Transpersoonlijke Psychiatrie en de Leerstoel Boeddhistische Filosofie en de symposiumcommissie bestaande uit Marleen Oosterhof, Hans Gerling en ikzelf. Heet u van harte welkom op deze inmiddels zonnige dag op het symposium Spirituality Mental Health 2015. Vorig jaar in september stonden we hier ook. En het symposium toen is dusdanig goed geëvalueerd door een heel aantal van u hier nu ook aanwezig, dat we hebben besloten opnieuw dit symposium te doen en we willen dat eigenlijk ook wel voortzetten de komende jaren. Zo, ik zal met een paar woorden de thematiek van vandaag schetsen, een soort noemen waar alles onder valt. En dat is om te beginnen natuurlijk de titel van het symposium, Spirituality in Mental Health. Alle presentaties vallen in wat dan heet het transpersoonlijke werkveld. Ze zijn toegespitst op een transpersoonlijke oriëntatie in het mentale domein en gericht op vragen rond ziekte en gezondheid. Daarbij moeten we fundamentele vragen over wat ziek eigenlijk is en wat gezond eigenlijk is, niet uit de weg gaan. Dus ook aan de orde kan komen hoe ziek normaal zijn soms kan zijn en hoe gezond een stevige spirituele crisis soms kan zijn. De psychiater Ronald Lane laat in een van zijn boeken een patiënt aan het woord. Die patiënt vertelt over zijn psychose. En die patiënt heeft buitengewone ervaringen. Grensoverschrijdende ervaringen. En beschrijft die ervaringen als een belangrijke en betekenisvolle reis. Het is het gaan van een weg. En Leen zelf, die schrijft dan in het slot in zijn commentaar, en nu citeer ik: zien we dan niet dat deze reis niet iets is waarvan we genezen moeten worden, maar dat die reis zelf een natuurlijke geneeswijze is voor onze afschuwelijke staat van vervreemding die wij normaliteit noemen. In andere tijden begon men doelbewust aan zo'n reis. Of als bleek dat men reeds op reis was, dankte men de Heer als voor een bijzondere genade. Je zou hopen dat de samenleving plaatsen inricht met de uitgesproken bedoeling om daar mensen door de stormachtige gedeelte van zo'n reis heen te helpen. Een eigentijds transpersoonlijk onderzoeker, Nico Koos van de Universiteit van Coburg in Duitsland, stelt op basis van zijn onderzoek dat het negeren van spiritualiteit gelijk staat aan het nemen van een gezondheidsrisico. Nou, welkom allemaal. En, ik vind het bijzonder dat ik hier mag spreken voor deze vereniging en op deze dag. Zoals genoemd, mijn achtergrond is de transculturele psychiatrie. Ik zal het hebben over bezetenheid door geesten. Door de meeste van mijn collega's wordt dat als iets ervaren waar ze eigenlijk niet op ingaan, wat ze lastig vinden. Ik heb gemerkt, eigenlijk ook door het werkend onderzoek wat ik ook in Afrika heb gedaan, dat als je daar goed naar luistert, als je daar goed naar informeert, dat het hele verhalen boven kan brengen waar je heel veel mee kan en dat het eigenlijk ook op een hele nuchtere manier kan. Ik zal daar dus wat over vertellen. Ik zal ook wat over mijn onderzoek vertellen. Ik zal ook iets over de methodiek van mijn onderzoek vertellen. Ook omdat ik denk, het is een vrij praktisch onderzoek, maar ja, misschien geeft dat ook wel ideeën, hè, hoe je ook in ons, in jullie werkveld, hoe je dingen kunt onderzoeken. En vaak is dat heel lastig. Het was voor mij ook heel erg zoeken van hoe ga ik hier nou mee aan de slag. En uiteindelijk, nou ja, is het toch gelukt om daar wat mee te doen. Ik ga beginnen met een korte casus. Meestal neem ik dan een casus uit Nederland. In dit geval heb ik een kort filmpje van een vrouw die haar bezetenheid beschrijft en de achtergrond daarvan. Daarna ga ik wat vertellen over de achtergrond van bezetenheidsklachten. In ieder geval in relatie tot de psychiatrie.
psychiatrie, de relatie met trauma en hoe dat in de DSM, hè, in het diagnostisch systeem in de psychiatrie, gediagnosticeerd of geclassificeerd kan worden. Vervolgens ga ik wat over mijn onderzoek vertellen, de opzet, de doelen en de verschillende resultaten daaruit op de verschillende gebieden. De bezetenheid, de relatie met trauma, de klassificatie en hulpzoekgedrag en verklaringsmodellen. En ik zal eindigen in de discussie en conclusie met ook wat ideeën over wat kan je daar nou mee hier in Nederland. Yeah, thank you and welcome everybody. I hope the sound is okay. It will take a minute until I get used to the microphone, I think. Yeah, a little bit about myself. I'm mainly interested in meditation and how it influences our brain. More so, how does it influence the dynamics of our brain and how we think or how we can distribute our attention. And this is a little bit how also this topic came along, because recent developments have shown that there are certain brain areas in our brain that are very important for our daily life and also for pathology. And also, and that's interesting especially for today, because it sort of opens up new discussions and new grounds in neurological research. But we will come to that during my talk. A little bit how I will get you along. I would like to embed it into the historical background of how research has been done in psychology and later, of course, in neuroscience, so we get a feeling of how actually the way that we approach problems also influences what we find, in a way. Then I will give a background on the neuronal basis, so what actually are these areas and what are they doing, why are they important? And thereafter, yeah, what is the function and what is the relation to pathology and also what are influences on it, because we can actually influence our brain in quite some astonishing ways. Nou, ik hoop dat u van afwisseling houdt, want na dit hele bijzondere poëtische beeldverhaal ga ik iets ontzettend saais vertellen. Ik ga vooral heel veel cijfers laten zien, maar goed, ik hoop toch dat ik daaromheen wel iets vertel waar me dat aan heeft. Maar we gaan beginnen. Complementaire zorg ga ik het over hebben. Zoals Odette net heeft aangekondigd, dat is zeg maar onze core business, daar houden wij ons mee bezig. Het heet hier integrative medicine en dat is eigenlijk een vrij breed begrip. En je zou kunnen zeggen dat de verbinding van complementaire zorg met reguliere zorg het belangrijkste focuspunt is van integrative medicine. Er zitten nog allerlei andere aspecten ook aan vast, ga ik nu allemaal niet op in. Maar ik ga het hebben over complementaire zorg. Dit is een Wordle heeft zo'n ding, hè? Dus dat maak je van een tekst. En dit is de samenvatting van een van de rapporten van ZonMW. En ZonMW is in Nederland de grootste organisatie op het gebied van subsidies voor onderzoek in de gezondheidszorg. Die hebben een signalement geschreven en daar is dit de samenvatting van. En dan zie je, het woord complementair komt er wel heel erg veel in voor. En dat is omdat we niet zo goed weten wat we daarmee moeten. Want wat is nou complementaire zorg? Dus het probleem is dat we eigenlijk geen goede definitie hebben van complementaire zorg. Dus vandaar dat ZonMW elke keer weer probeert om aan te geven dat het toch iets anders is, maar misschien wel iets waar we iets mee moeten. En wat we ermee moeten is volgens mij intussen het punt voorbij van het debat over of het zinvol is of niet. Ik werd vorige week benaderd door een student verpleegkunde, HBOV-verpleegkunde, hogeschool in Nijmegen. En die was heel enthousiast, want ze gingen een debat organiseren, een masterclass. En die zou gaan over zin of onzin van complementaire zorg.
En wilde hij heel graag dat ik daar zou spreken. En toen zei ik van, nou, sorry, dat doe ik niet, want volgens mij zijn we die tijd al lang voorbij. Dat is een soort achterhoedegevecht, om het daar nog over te hebben. En dat is wat ik u nu ga vertellen, waarom dat nu een achterhoedegevecht is geworden. Goeiedag, ik ben de warme wind uit België, sorry voor het. Dit is ook wat je ziet bovenaan de poster, Proposal for New Anxiety Disorder. En een poster begin je altijd te lezen linksboven bij de abstract. Dus als u goed kijkt, dan ga je eens veel beter kunnen lezen. En dan ziet u dat religieus fundamentalisme, dat is eigenlijk een open deur in trappen, eigenlijk een plaag is die wereldwijd dood en verderf zaait. En dat we natuurlijk als gezondheidswerkers niet aan de kant kunnen staan. Nu, de essentie van het praatje is eigenlijk dat fundamentalisme een vorm is van idealisme. Maar weliswaar verkeerd begrepen, zowel door de fundamentalisten zelf, maar ook door de mensen die er naar kijken. Als je niet doorhebt of niet ziet dat er eigenlijk wezenlijk iets idealistisch bezig is, dan denk je dat je nooit contact gaat krijgen met het fundamentalisme. A closed mind is a hard nut to crack. En we denken natuurlijk aan de uitspraak van Einstein. Die heeft wel meer pittige dingen gezegd. Zoals er zijn twee dingen die oneindig zijn, het universum en de menselijke waarheid. En ik ben niet zeker van het eerste. Je ziet, dit is een van de voordelen om dood te zijn. U kunt ongebreideld uiting geven aan de vrije meningsuiting zonder het risico te lopen daarvoor omgebracht te worden. We moeten natuurlijk ergens beginnen. Dus gaan we beginnen met wat we zeggen, een redelijke benadering, maar toch af en toe een vleugje humor, waarbij ik in deze presentatie religieus fundamentalisme half serieus, half voor de fun bekijken als een mental disorder, een psychische stoornis.